Hij is inmiddels al een aantal weken speelbaar. De close beta van Riots nieuwe game Valorant. En Tom en ik zijn er mee aan de slag gegaan. Tom, meer dan ik. Biet uh, ja. de eerlijkheid me uh, te, 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 te zeggen. Maar um, of gebied de eerlijkheid me te zeggen. Ik heb het natuurlijk behoorlijk druk gehad met ook een aantal andere dingen de afgelopen weken, maar ik heb toch wel wat uh, shooter action gezien de afgelopen tijd. En um, tijd om het dan maar eens even wat dieper in te duiken in een soort van first impressions-achtig uh, item samen met Tom. En um, ja, laten we eens even op de characters ingaan en op de game zelf. Ja, we weten allemaal inmiddels wel wat voor soort game dit is. Dit is een tactische shooter. Uh, een huwelijk tussen uh, twee games, met name uh, Counter-Strike Go en uh, Overwatch. Het heeft de... De, 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 de shooting, de, de tactische gameplay elementen van Counter Strike Go. En dezelfde de pacing wel ongeveer. En de heroes en abilities van Overwatch. En ik moet zeggen: um, in het begin had ik zoiets van. Nou nah, ja, nee, is niet voor mij. Is niet voor mij. En wat ik daar uiteindelijk nu van vind, dat zal ik zo meteen wel vertellen. Maar Tom, ik weet van jou. Al voor weken voordat deze uh, close beta uitkwam, zag ik jou gewoon alle chats bij de ja, game. Alle chats. Nou ja, gewoon de de game gerelateerde chats. Zag ik Hey 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 hey, hey Valorant, uh, hebben jullie dat al uh, in je agenda gezet? Uh, dan en dan en dan uh, is die close beta speelbaar. En ben je nog steeds zo enthousiast? Ik ben ja nog steeds zo enthousiast. Die game was al heel snel op mijn radar omdat het natuurlijk van Riot Games is. Ik ben een groot fan van League of Legends. En ben benieuwd wat ze gingen doen met een shooter. En uh, nou, het bevalt me enorm uh, wat ik nu gespeeld heb. Ik heb al een paar kleine probleempjes die ik uh, straks met jullie ga delen. Maar het bevalt nog steeds. Ja. Uh, wat, wat is het uh, dat, 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 dat jou zo aanspreekt? Ik bedoel, dit is iets totaal anders natuurlijk dan uh, League of Legends. Ja. Dit is gewoon een tactische shooter. Ja, het, het pakt de, de goede elementen van, uh, van CSGO. En uh, ja, het heeft een beetje een Riot Games sausje door al die karakters. Wat Riot Games dat het goed doet, is uh, echt die competitieve drang die, uh, die erin zit. Voor in League of Legends zit het, zit het enorm en hier zit ook enorm communicatie tussen uh, medespelers. En als een tactiek echt goed uh, uitwerkt, dan heb je een soort euforisch gevoel. En dat, dat doet de Riot Games zo sterk. Nu uh, eerst met League of Legends en nu met de nieuwe games, zoals Legends of Terra uh, en deze game. Ja, Vind je het niet uh, eigenlijk uh, een, een blatant rip-off? Ik bedoel, het is wel heel erg Overwatch meets Counter-Strike Go, natuurlijk, hè? Ja, tuurlijk. Dat is Dat had ik ook in het eerste item met je gezegd. Het is, het is natuurlijk kopie. Het is een eigen spin geven aan een. Uh, aan een. een concept wat door Counter-Strike Groot is gemaakt. Een tactische shooter. Met, uh, met plantmechanics. Dus de, wat je hier ook hebt. Je moet een spike, heet het hier, geen bom. Die je moet planten. En de andere team moet het. Uh, Voorkomen dat je die plant. Uh, ja, het is, het is een bleedend rip, of dat is het inderdaad. Maar ze geven wel een unieke twist aan met de karakters. Met de uh, kleine aanpassingen die wel een groot effect hebben. Zoals bijvoorbeeld wat jij misschien een beetje uh, kent uit Rainbow Six. Dat je eerste eerste halve minuut, zoals je hier kan zien, dat je al uh, een plek kan innemen als verdediger. En een plek kan innemen als aanvallers. Dat je al een beetje strategie kan doornemen voordat mm -hmm. de game begint bij CSGO. Begint, begint het potje in je ren meteen op elkaar af en nu heb je een klein beetje dat tactische voorspel wat je nu hebt. Ja, ja wat, wat ook nog eens uh, toch wel anders in elkaar steekt dan dat ik bij meest, de meeste andere games gewend ben. Want hier is het dus zo dat uh, in die beginstage, dat je in de beginface dat je uh, nog even de tactiek doorneemt en dergelijke. Je hebt de buying options, option, zeg maar. Hè. Je, sowieso ja. uh, naarmate je uh, rondes wint en, en vijanden kilt. ...krijg je sowieso meer geld. Maar hier heb je niet alleen de mogelijkheid om bijvoorbeeld wapens te kopen... ...maar ook uh, armor en ook niet onbelangrijk, abilities. En dat doet deze game wel behoorlijk anders dan, uh, dan de uh, soortgelijke games. Ja, de, de abilities zijn wel heel erg geleend van uh, Counter-Strike uh, equipment. Zoals je hebt mm -hmm. een flash, je hebt een grenade. Maar ja, die tactische vernuftheid die, die erin zit. Van ja, ik kan nu een potje, een, uh, een ronde een heel goed wapen kopen, maar ik kan geen armor uh, gebruiken. Of ik speel even een potje met een pistol en ik kan straks met een heel goed wapen en een, en een dikke armor gaan spelen. En dat moet je steeds gaan afweringen gaan maken. Van ga ik heel veel abilities gebruiken deze ronde? Ga ik uh, juist ervoor zorgen dat ik... Uh, zo effectief met een minder goed wapenspel, zodat ik de volgende, volgende ronde kan vlammen. Dit is wel uh, de tactiek wat ook in CSGO zit: Eco-rondes, ja. uh, full-by, half-by. Uh, je moet echt tactisch uh, gaan nadenken op meerdere vlakken voordat de ronde al begint. Ja, zeker weten. En uiteindelijk uh, doe je dat in best of 25 potjes, uh, wie het eerst bij mm -hmm. de 13 is. Um, je, kunt niet meteen, je kunt niet meteen ranked induiken. Je zult eerst nog gewoon de nodige potjes moeten spelen. Even manuren erin moeten pompen om uiteindelijk uh, ranked te kunnen gaan spelen. Uh, dat is maar goed ook, want anders krijg je echt van die hele rare potten die helemaal nergens Precies. over gaan. En uh, dat kan zomaar meteen al uh, is je de eerste uren je, ranked, uh, je ranks uh, opfokken. Maar het, het zorgt er in ieder geval voor inderdaad dat er... Nog wat meer uh, tactische diep, of wat meer diepgang in zit. Het maken van die keuzes, uh, inderdaad. En zeker. Het, het is absoluut een Twitchy-shooter uh, wat dat betreft. Want je kunt zo bam, met, uh, cursor op kopie, headshot klaar. Weet je wel? De um, time to kill is heel laag wat dat betreft. Uh, het is echt niet zo. Zoals bijvoorbeeld, ik zeg maar wat een Warzone, weet je wel, Call of Duty. Dat je uh, een heel fucking magazijn uh, moet pompen in een tegenstander. Nee, hier kan het echt met. 1 tot 3 kogels al gewoon gedaan zijn ja. gedaan zijn als je uh, snel genoeg bent en ja dit is wel zo'n game het 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 oogt uh, vrij simpel allemaal hè. Ook grafisch is het heel bland de omgevingen zijn niet heel erg kleurrijk de abilities daarentegen wel die steken juist heel erg af met de fellere kleuren tegen de wat grauwe backdrop en dat is natuurlijk ook bewust gedaan maar uh, als je eenmaal erin zit, dan merk je wel van holy shit. Dit heeft toch een behoorlijke. Uh, een, een drempel. Een, een difficulty-drempel. Waar, waar je niet 1, 2, 3 overheen stapt. Mensen zeggen wel ja, nee, het is easy to pick up. Sure. En uh, zelfs ik met mouse en keyboard sta uh, na verloop van tijd mijn mannetje. Uh, maar je merkt al wel. We zijn nu een paar weken verder en ik heb, ik heb een paar weken moeten wachten voor ik mijn key kreeg. Um, ik weet niet hoe het met jou zat. Maar ik merkte toen al van holy shit. De, de, de difficulty spike. En ook de, uh, de verschillen tussen de nu al wat meer doorgewinterde spelers. En een newbie zoals ik. Die zijn al vrij snel vrij groot ook. Ja, voor mij was het ook een beetje wennen. Ik ben ook geen PC-shooter. Dus dat. Uh, shooterspeler. Met muizen toe te Ik kom ook echt van een console-achtergrond. Ik uh, heb de eerste weekend dat ik het speelde. Uh, ik vind het al wel leuk om overal af te rennen, maar ja, hier moet je echt voor zorgen van uh, stilstaan en schieten, want als je gaat lopen en schieten tegelijkertijd, dan vliegen de kogels overal heen. En ja. je moet juist die uiterste precies hebben, want zoals je al zei, met, die, en met één kogel kan je uh, iemand killen. Dus um, daarom zie je ook, de gameplay is wat rustiger uh, qua, je moet het overal checken waar je, waar je moet zitten. Er zitten heel veel hoeken in de maps, dat is een van mijn, van mijn uh, kritiekpunten. Je moet overal checken, want iedereen kan ergens zitten en met één kogel ben je dood. Dus het gaat zo snel. Dus um, voor mij was het ook ontzettend wennen. Ik, ik, ik speel nu steeds beter. Ik uh, gebruik altijd Sage de support, zoals je hier kan zien. Uh, dus ik kan zonder uh, op hoofdjes te klikken nog een beetje mijn team helpen. Maar uh, nee, ik kom ook niet bij de allerbeste. Nee. Ja. Nou, je hebt het al over uh, Sage en uh, haar abilities. Um... Je hebt meerdere uh, klassen, als het ware, meerdere agents in deze game. En die hebben eigenlijk allemaal hun eigen abilities. Uh, je hebt een standaard ability. Je hebt abili twee abilities die je kunt kopen. En je hebt ook nog een alt, weet je wel, een ultimate ability. Mm. Uh, die je uh, spaart. Die je als het ware opspaart door kills te maken. Maar ook door dood te gaan. En, en dan krijg je daar steeds punten voor. Heb je genoeg ja. punten. En uh, je hebt ook die, 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 hoe heet die, die dingen, die orbs. Uh, die ja, je precies. ook kunt oppakken. En die zorgen ook weer voor punten. Nou, en als die bar vol is met genoeg punten. dan kun je je alt uitvoeren. Uh, de ene is heel erg groots en, en krachtig. De andere is weer wat subtieler. En zo hebben ja. ze eigenlijk allemaal uh, hun eigen abilities. Wat, wat, wat was bij jou de favoriet uh, naast ja. Ja, of was, Sage, degene met wie je de hele tijd. Ja, Sage hebt. het meest. Die heeft een, uh, een heel, een, uh, een muurtje die je neer kan zetten, waardoor je één pad gewoon kan blokkeren. Uh, dat, was die, uh, dat karakter was zo uh, populair en sterk dat het uh, tijdens de laatste update flink genervd werd. Ander, ja. Eentje van favoriet is een beetje de Rainbow six character. genaamd Cypher. Die kan een camera neerhangen en traps neerzetten. Dat is ook wel ja. uh, tof om te gebruiken om iets tactischer te spelen en uh, een beetje uh, de infogame te winnen. Want daar gaat het ook heel erg om. Waar lopen de spelers? Waar, waar zijn de spelers? Waar gaan ze naartoe? En als je dat kan voorspellen met een karakter als, uh, als cijfer, dan, uh, dan uh, heb je al een heel groot voordeel op de rest. Ja, ja ik, ik, ik heb het redelijk bazaal gehouden, moet ik zeggen. Ik ben uh, dan bijvoorbeeld voor Phoenix gegaan, omdat ik. Dat kan ik allemaal nog een beetje behapstukken. Weet je wel, ja. dat is. Met, met, met zijn curveball en uh, die signature uh, abilities, de hot hands, running back, weet je wel. Dat, dat was nog allemaal, dat, dat ken ik nog wel van een beetje van Overwatch en zo. Want laten ja. we wel wezen: sommige, of sommige agents zijn bijna letterlijk één op één overgenomen qua abilities en, 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 en weaponry, zeg maar. De, de manier waarop ze omgaan met wapens van Overwatch. Ja, je hebt natuurlijk Omen, die, heeft, die lijkt echt één op één geript van de Reaper uit Overwatch. Met zijn, met zijn teleport ability en zijn. Uh, uh, ja, dat heeft Reaper natuurlijk ook. Uh, het zijn mm -hmm. wel heel veel archetypes, want je hebt ook uh, Sova, die heeft een, een recon drone met een pijl en boog. Wat natuurlijk ook een gejat is van Hanzo. Um, ja, het zijn wel standaard archetypes, dus een healer en een spotter. Maar zoals je zegt inderdaad, het, het is wel heel erg. Uh, uh, om te zien dat, dat het zo erg gekopieerd is. Uh, ja. Je zei, Phoenix is het uh, meeste wat je kan vinden van CSGO. Die heeft een flash en een, en een molotov. Um, dat is ook wel handig uh, om te gebruiken. Vooral, maar het is wel een beetje lastig. Ik weet niet of jij dat ook altijd. Die, uh, die flashes die moet, die moet, die kan je niet gooien. Die moet je curven. Dus mm -hmm. als ik Phoenix speel, een of de twee keer flash ik mezelf. Maar uh, <laughs> dus in ieder geval, inderdaad, is het. Uh, wel heel erg, qua uh, ja, blijken dat je kan zien dat dat ze heel veel leentjebuur hebben gespeeld. Ja, inderdaad. Ik had ook wel een, een bepaalde een, op, op bepaalde momenten uh, dat ik alters inzetten, uh, bijvoorbeeld ik, van, van van een brimstone bijvoorbeeld, uh, en en dat ik mezelf gewoon daarmee damagede, omdat ik gewoon ja. In de heat of the moment gewoon even niet weet uh, hoe, het ook allemaal, hoe, hoe het allemaal zit en of het een auto op afstand is, zeg maar, die ergens voor me gebeurt of dat het in me, echt vlak om me heen gebeurt. En ja, dan moet je wel echt gewoon door de wol geverd zijn met muis en toetsenbord uh, om dat allemaal gewoon heel intuïtief uit te voeren. Uh, maar het is wel zo. Zeker op, sp op spannende momenten. Er zijn heel wat spannende momenten. Uh, zeker in die potjes die gelijk opgaan. Of je merkt: van, oh shit, we staan uh, weliswaar 11, 4 uh, voor. maar op een gegeven moment 11, 5, 11, 6, 11, 7. Dan begin, begin, begin je toch zweetandjes te krijgen. En zie dan maar het hoofd koel cool te houden. om die, uh, om die pot uh, over de streep te trekken. Weet je wel. En ja, dan komt het erop aan uh, hoe cool je bent met je muis en toetsenbord. en hoe scherp je dan in, inderdaad, inderdaad ook bent. Ja, uh, die momenten dat je, dat je ziet dat je als laatste over bent in je. Je ziet er rechtsboven dat vier mensen meekijken en jij moet nog twee mensen killen. Probeer die dan maar je hoofd cool te houden. Dat is inderdaad wat CSGO ook zo populair maakt. Die clutch van uh, ik moet het team nu op sleeptouw nemen of uh, het is voorbij. Ja, ja nee, clutch zijn er meer dan genoeg ook in, in Valorant. Uh, ja. En um, het feit dat je gewoon... Weet je, je kunt echt voor een beetje een lone wolf strategie gaan met, met de ene agent. Met de andere kun je weer uh, flanken. De andere doet weer support. Dus het zijn inderdaad wel die archetypen. Maar ik moet zeggen, met de uh, agents die nu voorhanden zijn in deze closed beta. Moet ik zeggen dat, ik, dat de balans, ik bedoel er wordt constant aan gesleuteld. Uh, dat, dat de balans toch wel behoorlijk goed in elkaar zit. Ja, ik ben ook vooral benieuwd van, uh, nu zijn die standaard archetypes. Maar hoe gaat het eruit zien over een half jaar? Ze zeggen dat bij launch nog twee extra karakters bijkomen. Uh, hoe erg gaan die het speelveld uh, veranderen? Want nu heb je ja. dus die healer, de, iemand die je kan spotten. Maar hoe ziet het eruit? Uh, wat gaat de volgende karakter zijn? En hoe gaat het, het hele speelveld veranderen? Die, uh, ja. die creatieve vrijheid hebben ze wel, maar daar moeten ze wel uh, goed mee omgaan. Ja, nou ik zie je natuurlijk uh, elke keer van, van dichtbij met, met Rainbow Six Siege, weet je wel, die inmiddels al, volgens mij, over de 50 uh, operators uh, zit. Mm -hmm. in, in, ja, vijf jaar lang met steeds weer periodiek nieuwe operators erbij. Uh, het zorgt soms wel voor een behoorlijke uh, verschuiving in, in de meta, als het ware. Van ja, hoe behoud je de balans? Dat is altijd de grote vraag. En één, twee characters. Uh, in welke game dan ook, kunnen gewoon de hele balans flink op z'n kop zetten. En dat is een constante uitdaging, ook voor Riot Games natuurlijk, uh, met deze game. De um, game die deze zomer gaat uitkomen. Um, ja, dus ik, ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat aanpakken, maar vooralsnog lijkt het uh, uh, wel goed te zitten. Wat minder goed zit, en dat, bedoel, dat moeten we toch ook eventjes benoemen, is uh, Vanguard. Um, het anti-cheat systeem je hebt het volgens mij ook al wel met je in een vorige item uh, al uh, ja. een beetje besproken. Maar um, ja, ik kreeg dus ook uh, Vanguard voor me kiezen. toen ik uh, deze game installeerde. En ik merk vervolgens dat op het moment dat ik mijn PC opstart. dat er gewoon een aantal van mijn programma's geblokt worden. Of een aantal onderdelen uit mijn programma's. Die ik vervolgens ook niet meer kan openen. En ik zit nog eens even. Ik zat er nog eens even een beetje naar. Of ik zat een beetje informatie te vergaren over Vanguard. En ik schrok me daar wel een potje van, zeg. Want uh, het, het gaat in je kernel zitten. En uh, in de eerste ring, zo'n beetje van je PC uh, security als het ware. Uh, heeft de mogelijkheid, al zegt Riot Games, nu, dat doen we absoluut niet. Maar heeft de mogelijkheid om uh, met administrating, uh, Powers, als het ware, gewoon je fucking PC uh, uh, op te fokken ja. of eraan te sleutelen. En dat bevalt mij op echt geen zin. Totaal niet. Ik vind het kut. Ik heb ook zoiets van op het moment dat deze game er vanaf kan en dat gaat hij ook, want uh, hoe tof deze ook is, het is niet voor mij om even terug te komen naar het begin. Uh, op het begin. Um, het is gewoon niet voor mij. Um, ik snap. Ik zie dat het echt wel aanspreekt bij heel veel verschillende spelers. Maar niet bij mij. Uh, maar ja, ik, ik kan niet wachten om dit van mijn PC af te halen, man. Fucking Vanguard. Met je intrusive fucking system. En ik vind het prima dat je anti-cheat. Uh, dat je dat uitwerkt. En dat je ervoor zorgt dat er. Niet veel cheaters in je game zit, dat is dat eigenlijk alleen maar toe. Maar dat je daarvoor zo fucking diep in mijn pc moet gaan zitten, daar, daar ben ik het totaal niet mee eens. Hoe denk jij daarover? Ja, ik, ik snap hun punt dat ze we cheaters willen uh, pakken. En dat ze dat willen doen door uh, je pc te scannen. Maar dit is wel uh, een tikje te ver. Ze willen ook dat je je pc opstart met fancard, anders mag je. Uh, de game niet opstart. Dus als je Vanguard uitzet, dat kan nu, dat hebben ze laatst geüpdate, je kan Vanguard uitzetten. Maar dan moet je je pc opnieuw starten, als je ja. Element weer opstart. En ja, het heeft bij mij ook een paar apps opeens geblokkeerd. Ik wou gisteren uh, nog een, wat extra footage capturen voor deze game. Maar hij blokte gewoon mijn capture software. En met OBS heb ik wel wat rare, uh, rare dingetjes. Uh, maar nee. ik hoor ook verhalen van mensen die hebben dan uh, speciale software om hun uh, temperatuur te checken. En die wordt er ook uitgezet. Dus in principe zou Vanguard zelfs je pc stuk kunnen maken. Dus ik snap, uh, ik snap echt dat ze teachers wil tegen gaan. Want je werkt bij Warzone op pc. Dat het een heel groot probleem is. Maar mm -hmm. uh, het is wel uh, de verkeerde kant opgeslagen. Dat ze zo diep in je pc willen zitten. Ze willen echt ja. tot de kernel. Dat ze op, in de diepste laag. Dat ze alles van bovenaf kunnen bekijken. Um, ja, het mag van mij ook een stukje minder hoor. En stel dat, er, stel dat er een lek in zit, dan zou uh, iemand via Vanguard je hele PC over kunnen nemen. En dat wil je ook niet gebeuren. Dus het is een, hoop, ja. een uh, hele grote taak voor uh, Riot om dit even goed aan te pakken. Want anders kan het een heel groot probleem worden. En laten we vooral ook niet vergeten dat uh, de eigenaar van, van Riot Games Tencent is. Hè? Het Chinese Precies. bedrijf. En uh, hmm, dat is een beetje. Oe, een beetje, ja. een beetje Shit, is het, mijn kabel. Uh, beetje, beetje iffy, beetje shady uh, wat dat betreft. Want uh, je weet nooit wat die van plan zijn. Uh. World domination. En, um, maar uh, wat, wat ik wilde zeggen. Dat ben ik nu even kwijt. Um, ja, ik, ik weet niet wat het is. Ik bedoel, ik wilde het bijvoorbeeld ook streamen. En ik zie het iedereen streamen. Oh, drops enabled. En ik dacht, nou ja, laten we het ook maar eens even doen met mijn mediocre gameplay. Maar ik heb hier drie schermen. Twee voor mijn game PC en mijn chat. En eentje voor mijn uh, stream, zeg maar. Met OBS erop. En of ik nou op, op Windows fullscreen had, of fullscreen, of whatever the fuck. Mijn cursor, uh, mijn muis, ging gewoon steeds aan één kant het beeld uit. Waardoor ik niet linksom kon draaien. Maar dan ging mijn muis gewoon naar mijn uh, game, uh, of nee, naar mijn stream scherm toe, naar, uh, waar mijn OBS draaide. Dus ik, ik kon het niet streamen. Ik, het alleen, ik heb het alleen off-stream kunnen spelen. Maar wat is dat? Dat kan toch niet? Wat, wat is dat voor gekkigheid? Als ik hem op fullscreen zet, moet hij toch gewoon gekaderd zijn? Maar ja, dat, dat, is weer, uh, dat is weer iets waar ik mee aan de slag moet. Maar dat had allemaal wel wat, uh, wat intuïtiever mogen zijn. Of wat duidelijker. Want ik hoor ook wel dat er meer mensen moeite hebben met bepaalde instellingen. Tegelijkertijd realiseer ik me, ja, het is een beta. Ja, maar dan nog, dit, dit soort basale zaken moet je wel gewoon... Dat, die moeten gewoon gefixt zijn, weet je wel. De, ja, er, zijn ook, heb... er zijn ook heel veel problemen nu met uh, sinds de nieuwe update dat er uh, heel veel performance, uh, heel veel lag spikes. Spe speciaal op één map. Dat, dat je gewoon uh, 20% minder frames per seconde hebt op één map. Dat, uh, mm -hmm. Je kan nog wel merken dat het in beta zit. Maar dan nog, dat zijn er wel van die dingetjes die wel de ervaring breken. Ja, inderdaad. Maar goed, uh, Riot Games heeft nog even te gaan. Uh, ja, de, nou, ja, de zomer loert al om de hoek, natuurlijk. Ja. Dus ja, hij zal uh, binnen niet al te lange tijd gaan uitkomen. Uh, is het een game die ik na de officiële release zal oppakken? Uh, waarschijnlijk uh, enkel. En alleen wanneer ik hem zal moeten reviewen. Uh, want nogmaals, ja, hoe populair die nu ook is, en hoe ze het allemaal speelt, uh, en, en wat het ook voor leuke, toffe elementen toevoegt aan dit genre. Het is gewoonweg niet voor mij. Um, ik, ik... Ja, en... Ja, maar jij zult dit, verwacht je toch nog wel, ook zeker na de officiële release, lekker gaan blijven doorspelen? Ja, ik, ik ben het nog steeds aan het spelen. Ik vind het leuk om steeds meer dingen te leren over... over first-person shooters, dus als CSGO. Het enige probleem wat ik nu nog heb, is dat uh, ik vind het, de content nog een beetje karig. Drie maps, het zouden er vier op de release zijn. En mm -hmm. ik vind ook dat, dat er iets van een extra modus in moet komen. Van uh, nu is het alleen maar die uh, uh, spike modus. Ik zou ook iets luchters willen hebben. Zoals bij League of Legends Daar heb je ook Aram. Dat je gewoon even uh, onnodig uh, kan, kan vechten. Iets van een team deathmatch modus. Want nu is het alleen maar 100% tactisch uh, spelen. En speel ja, het, het speelt, uh, met plezier met veel vrienden. In je eentje is het een klein probleem. Uh, je moet wel kunnen communiceren met teammaten. Groot probleem, wat ik uh, ook met de League of Legends en andere Riot games uh, tegenkom, is dat er heel veel toxic people zijn. Dus heel veel mensen die aan schelden zijn en zo. Uh, Riot heeft gezegd dat ze er op, veel harder op aan treden, maar ik merk nog niet eens. Ik had gisteravond ook weer uh, iemand die uh, aan het uh, proberen om 10 maat te killen. Het is, uh, uh. Het is in ranked is het nog erger, maar ik hoop dat ze daarop uh, beter gaan inzetten. maar Um, ik, ik speel het uh, liefst gewoon met de vijf vrienden. Nou, vier vrienden, met mezelf vijf. Ja, precies. Maar jij bent, je, je, jij bent zelf je, je beste vriend, toch? Ook. Ja nee, dat... ja, nee, dit is absoluut een game die je het beste tot recht komt uh, met, met, uh, met een stel vrienden of kennis of whatever the fuck. Um, en, en dan kun je echt wel tot hele leuke potten komen, hele spannende potten. En um, nou ja, uh, hij zal nog even op zich laten wachten. Zodra die officieel uit is, dan gaan we zeker weer uitgebreid in op de Full version. Dan gaan we zien wat er nog allemaal verbeterd en veranderd is. Ten opzichte van deze close beta. Uh, maar voor nu ja, is het eigenlijk wel een beetje. Uh, ik ga het zeker toch nog wel proberen. Weet je wel, ik, ik heb niet zoiets van oké, okay, ik trek mijn handen ervan af. Uh, maar goed, Valorant in ieder geval. Uh, onze first impression wat betreft de gameplay. Binnenkort, zoals gezegd, meer hier op GameKings.tv.